Ik ben Kitta en ik ben hier met Jamila, mijn nicht. Ik hoef je niet echt voor te stellen, want ik denk dat iedereen wel weet wie je bent. Oh, thank you. En in deze video gaan we de Play-Doh Challenge doen. Kitta, wat is de Play-Doh Challenge? Dat zal ik je uitleggen. Oh, dank je. De Play-Doh Challenge is dat we allebei een minuut krijgen om een bepaald onderwerp te kleien. Met Play-Doh. Met Play-Doh. Of met action klei. We zijn een beetje goedkoop vandaag. Aan het einde van die minuut kunnen we allebei onze creatie laten zien. En dan mogen jullie beslissen wie er de beste heeft gemaakt in de poll hierbovenin. Maar iedereen weet dat je bij het kleien heel vies kan worden. En dat ik gewoon überhaupt niet zo heel erg netjes ben. En een wit shirt aan heb. Dus ik heb speciaal voor deze challenge deze hele mooie schortjes gekocht. Ik neem roze. Oh. Oké, vooruit. Dit is jouw video. Ja, okay. Roze. Oh, deze aan. Gaat dat lukken? Ja, tuurlijk gaat dat lukken. Dus niet dat ze te klein kunnen zijn of zo. Oh my god. En dat ze voor peuters zijn bedoeld. Maar hey. Volgens mij gaat het nog echt lukken. 1, 2, 3. Heel beschermd, toch? Ik wil eruit. Laat maar. We doen het niet op. Oh, whoops. Ik kan weer ademen. Dus laten we beginnen met het eerste onderwerp. Yes! En dat is fidget spinner. Ze zei het normaal! Oh, fidget spinner! Ik heb de timer klaarstaan. We gaan een fidget spinner maken. We hebben maar 1 minuut. Ik voel de druk. Voel jij de druk? Nee. Voel je de druk nu? Ja! Oké. De minuut gaat nu in. Vaars! Oké, ik moet niet al te veel gebruiken, want we hebben deze kleur nog nodig voor... Waarom heb jij roze? Huh? Het is rood! Oh, oké. Hoe zit de fidget... Oh ja. Dat werkt niet! Wat is dit nou weer voor klei? Oh, jij doet het ook weer op een soort van slim manier of zo. Ja. Duh. Duh. Oh, wauw. Het is zo mooi. Hebben we geen tools? Heel mooi. Zoals een mes of zo. Je hebt je vingers. Ik heb gelukkig lange nagels, dus ik kan het uitsnijden, denk ik. Ja, of zoiets. Zoiets. Hoe lang hebben we nog? Hebben we nog maar 16 seconden? Ik heb er nog niks. Wat is dit? Oh, hij moet wel echt kunnen spinnen, hè? Oh, ja. Good luck. 3, 2, 1. Ik dacht dat jij een beetje op hetzelfde niveau zat als ik met de fidget spinner. Nou, laat die van jou maar zien. Ik heb gekozen voor de prachtige rode kleur. Prachtig! Zelfs kleine details op de wieken van de fidget spinner. Kan je ook draaien? En hij kan zelf spinnen. Wow! Ik heb gekozen voor een moderne versie van een fidget spinner. Wat is dat? Het is een fidget spinner. Ik kan niet draaien. Ja, kijk maar. Nog best goed. Absoluut vind ik dat mijne beter is. Dus er komt nu een poll hier tevoorschijn rechtsboven in de video. En dan moet je vooral op mij stemmen. Hey, het is dus paarse Play-Doh die je op de tafel hebt geslagen of zo. Moderne kunst dus. Hey! Fidget spinner. Het onderwerp dat we nu gaan kleien is... Een eenhoorn! Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het wel echt super goed gaat lukken, want ik ben heel goed met kleien. Maar je bent wel heel goed met eenhoorns. En speciaal voor de beestjes en alles wat ogen heeft, heb ik speciaal wiebeloogjes gekocht om op je kleit. Oh, leuk. Nou, dat wordt een hele leuke of enge eenhoorn. En de minuut gaat nu in. Hey! Ah! Hier, u mag deze geel. Oh. Oké, wacht. Eenhoorn. 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 Wat gebeurt dit? Mag ik een beetje geel vinden? Nee! Oor. Dit is een oor, dus geen hoorn. Oh, je gaat ook gewoon een hoofd... Oké. Oh, zo, op die manier. Oké, dan gaan we dat zo doen. Hier is de hoorn. Oh, wow. Oh my god, ik ben hier zo niet goed in. Waarom hebben we dan maar een minuut? Hoorn. Ik wil ook... Ik wil ook geen... Hoorn. Oeh, roze. Roze. Heel mooi. Zo. Oh god. Manen. Oogjes. Ik wil ook een oogje. Ik laat heel veel Play-Doh vallen hier. Nee. Ik ga erop. Ja, zo. Waarom kan je dit zo goed? Verdorie.
manen doe ik rode. Oh nee! 3, 2, 1. Go! Nou, jongens. Jouw snuit lijkt op een hond of zo. Het is een eenhoornhond. En jullie mogen stemmen in de poll wie er de mooiste eenhoorn heeft. Ik zeg niks, want jullie zijn de jury en ik wil jullie niet beïnvloeden dat mijn eenhoorn de allermooiste is. Nee, natuurlijk niet. Nee, dat zou je nooit doen. Nee. Gaan we maar naar de volgende. Ik vind het goed. Het volgende dat we moeten maken is een dinosaurus. Ja. Een dino! Oké. Ik kan al bijna de groen graaien. Hoe doe je? Nee. En de tijd gaat... Nu! Dat is heel veel! Oké. Oh nee, ik had echt een heel erg leuk idee, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Oh jeetje. Hij heeft dan maar beentje. Geen benen of zo. Armpje. Wacht, we gaan zulke benen maken. Hou eens op met je. Dit is zo cute. Hij is ook zo schattig. Ik word zenuwachtig van. Wat gebeurt hier? Wat doe ik? Oh my god. Hij moet extra schattig zijn. Extra schattig. Extra schattig. Okay. Hij moet kawaii zijn. Een kawaii. Deze eenhoorn wordt een beetje Barney-achtig of zo. Ik krijg het dit niet open. Oh nee. Sta eruit. Oké. Ik neem de groene. Zo. En dan... Deze kant is beter. Ah! Yay! Kijk, dit is een baby T-Rex, want hij heeft hele korte armpjes. Waarom is zijn hoofd paars? Ja, omdat ik niet genoeg groen had, want iemand heeft de groene gebruikt. Ik moest een beetje creatief zijn en ik dacht Barney is ook een soort van dinosaurus. Nou, die van mij heeft spikes en kawaii cheeks. Dus, wie is de... Nee! Je hebt zijn oog eraf geslagen! Als je dat zielig vond, hier zo. Stem dan op mij. Hier. Nou, wie heeft de beste dinosaurus? Ja, dan vraagt ze dat nu! Het volgende dat we gaan maken, past wel een beetje bij mijn kanaal. Namelijk, een kat! Yay! Yeah. Ja? Ja? En de tijd gaat... Nu in! Yes! Okay. Geel? Wat? Ja! Nee! Jawel! Oké. Wel! Geel. Oké, dat wordt nog wat. Een oortje. Oh! Oor. Klein snuitje. Zo. Heel erg mooi. Hier. Zo. Is dat zo? Oh, deze klei stinkt. Yes! Oh nee, dat was ik. Sorry. Oh god. Hij moet staart. Zo. Hij heeft staart nodig. Geef hem een staart. Oogjes. Ik wil gele oogjes. Oh ja, ik moet ook ogen. Zo. Oh ja, twee verschillende kleuren ogen. Dat is ook wel leuk. Dat is zo cute. Hey, waarom gebruik jij al het zwart? Het is omdat jij al het zwart gebruikt hebt. Toen kwam ik niet meer toe aan zijn mond. Dus toen moest ik ineens heel erg hard creatief gaan nadenken. Hoe moet ik zijn mond... Maar toen verloor ik zoveel tijd... Dat ik geen tijd meer had voor zijn mond. Dus hij heeft geen mond. Hij heeft wel een mond. Dat is het probleem. Tada! Is dat een mond? Ja! Zijn dat wangetjes? Dat zijn streepjes. Weet je wel van die kat met die streepjes? Ik heb een zwarte kat met hele mooie fel gele ogen. En hij heeft zelfs een staart. Hier. En een mooi neusje. En hij is 3D. En ja, dat is mijn mooie kat. Ja, het losse hoofd! Kijk hoe verdrietig hij kijkt. Het volgende onderwerp wordt heel leuk. Uh-oh. Namelijk, we gaan elkaar maken. Wow. Nou, bij deze alvast sorry. We gaan straks allebei weer op de geel af. Nee. Jij gaat op rood af. Toch? Rood? Ja. Racist! Wil je mij geel maken omdat ik half Aziatisch ben? Hé, ik ben net zo Aziatisch als jij. Nee, ik wilde jou ook geel maken. En? Dan is het nu tijd. Gaat. Nee! Yeah. Oké. Je hebt me heel veel blauw gegeven. Blauw? Ja, er zit blauw in de geel. Sorry, je wordt een beetje blauw. Uh-oh. Ik heb je een paar keer geslagen, daardoor ben je blauw. Oh, dat is zielig. Voor mij. Ja. Yes. Oké, thank you. Ons haar is drolhaar. Mooi. Heel mooi drolhaar. Prachtig. Kom hier, moet langer. Nee. Thanks. Hier. Dank je. Je stilt mijn werk. Nee, natuurlijk niet. Nee.
oogjes. En... Oh ja, oogjes. Je kijkt heel boos. Sorry. Wel, er zijn geen bruine ogen. Je krijgt twee verschillende kleuren ogen met eyeliner. Ik geef je aan. Je kijkt heel boos. Sorry. No. Nee! No! Wacht, ik moet het even afmaken. Nee, dat mag niet! We zijn ook zo klein! Sorry. Oh. Sorry, ik wilde je niet een paarse monobrauw geven. Ik was bezig met je bril. Aangezien je hele gezicht al een paarse bril, ja, natuurlijk. Je hele gezicht was al geel, dus dat was op. Dus ik moest het toch met een andere kleur gaan doen. Oké, maar dat is geen bril. Ik heb aan detail gedacht en ik heb je eyeliner gegeven. Dat ziet er niet uit als eyeliner, dat ziet er ook al uit als een hele boze wenkbrauw. Ik heb je lippenstift gegeven. Thank you. Dat is zoals Miranda sings. Oh. Nou, ik zou zeggen, het is natuurlijk aan de kijker om te bepalen. Niet je me naar bijna vallen. Dat deed pijn. Oké. Er is een pol verschenen hier. Wow. Oh. Klik erop. Wie heeft de mooiste, het mooiste... Wat? Ik heb je haar geknipt. Nee! Oké, maak het dan tenminste symmetrisch. Heel symmetrisch. Wie heeft de mooiste? Jullie beslissen. Yes. En we zullen zien wie er heeft gewonnen. Er zit heel veel Play-Doh onder mijn nagels. Maar het was heel leuk. Ja, dat was super leuk. En heel grappig. Vond jij dit ook heel erg leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. En ga ook even naar Jamila's kanaal. Want ik heb daar ook een video met opgenomen. Mm-hmm. Heel leuk. Super grappig. En abonneer meteen op mij. Oh, en op haar. Niet dat ze het nodig heeft. Ik heb het wel nodig. Maar niet helemaal. Dan zie ik jullie weer in de volgende video. Doei! Hoi. Waarom kon jij dit niet? Ja, dat was niet een goede beat. Nee.